Het is dinsdag 15 november 2016. Welkom bij Nieuws 1. De beleving van democratie is meer dan alleen je stemplicht te vervullen tijdens de verkiezingen die om de 5 jaar wordt gehouden. De voorzitter van de Democracy Unit, bestuurkundige Derek Baldewijn, is van oordeel dat dit te weinig doordringt tot de Surinaamse burger, zelfs na 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november aanstaande. Het belangrijkste dat wij doen, of zullen doen, ook in de komende periode, is eigenlijk onderzoek doen naar hoe beleven mensen die democratie. Ja. En wat zou er gedaan moeten worden om dat te gaan verhogen. En ik denk op het moment dat we indicatoren hebben die aangeven hoe dat beter kan, dan denk ik dat of wij als unit of andere organisaties daartoe stappen kunnen ondernemen. Ja, en dan is het weer de vraag van, ja, wat is democratie? Ja. Wat is democratie? Mag je overal inspraak hebben of is het van, ja, tot een bepaalde hoogte? En ja, hoe is het er daarmee? Ik denk dat als je praat over inspraak, dat democratie verschillende niveaus heeft, laten we dat zo zeggen. We kennen het principe van checks and balances. Dat wil zeggen, je mag iets doen, bijvoorbeeld ik heb bepaalde bevoegdheden om te doen, maar daarnaast is er een andere instituut die bevoegdheden heeft om mee te controleren. Ja. Dus je mag meepraten, maar de vraag is waarover praat je mee? Ja. En ik denk dat ook in democratie er een balans moet zijn tussen rechten en plichten. Hm. Als ik meer plichten heb dan een ander, dat ik draag meer verantwoordelijkheden, dan heb ik wat meer te zeggen dan iemand die daar minder plichten draagt over dat onderwerp. Hoe kijkt u naar 41 jaar revidentie vanuit uw functie als voorzitter van de Democracy Unit? Ik denk dat we er positief naar kijken. 41 jaar is doorgaans een volwassen leeftijd. En ik denk dat we als land toch wel een bepaalde groei doormaken. Met de nodige groeipijnen natuurlijk. Maar als je dat plaatst in perspectief, historisch perspectief, en kijkt naar andere landen die al veel langer bezig zijn met hun eigen democratie, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat we wel op de goede weg zijn. Okay. Als onderdeel van de viering van de onafhankelijkheid wordt dit jaar voor de 13e keer de Srevidentie-marathon gehouden. De voorbereidingscommissie onder leiding van majoor Roy Samuels is op schema voor de start op zaterdag 19 november om 17:30 op het Onafhankelijkheidsplein. Ook dit jaar hebben lopers uit het buitenland zich aangemeld. Er is nog steeds een grote rivaliteit te bespeuren tussen Surinaamse en Guyanese lopers bij deze Srevidentie-marathon. Reizen van het buitenland naar Suriname speciaal om de marathon te lopen. Mm-hmm. We hebben nu gasten vanuit Nederland, we hebben vanuit Amerika, we hebben de Guyanezen. Ja. En mensen komen vanuit het buitenland helemaal naar Suriname. Ze betalen hun ticket, ze betalen hun kosten om deze marathon te lopen. We weten dat het afgelopen jaar Udenhout had gewonnen van de Guyanezen. Ja. Maar de Guyanezen heeft zich weer ingeschreven. Ja. Hij heeft ons beloofd dat hij zijn prijs weer komt halen. Ja. Maar we hopen dat niet, omdat we Udenhout hebben zien trainen in Coroni. Hij traint de hele dag. En we hopen dat weer Suriname met de prijs vandoor gaat. Okay, zijn de Guyanese eigenlijk in deze de concurrenten? Bedoel, Lionel Andrade, denk ik? Andrade, Lionel Andrade heeft zich al ingeschreven. Ja. Meneer Udenhout ook. Ja. En ik denk dat het een concurrentiestrijd wordt tussen die twee. Mm-hmm. Oké, het zou ook kunnen dat een andere verrast. Ja, dat weet nooit. De jonge lopers van SNL die zijn opkomen en ze doen het goed. Mm-hmm. Maar 41 kilometer, ik kan heel veel gebeuren op de weg. We weten dat Andrade krampen had gekregen de laatste wedstrijd, de laatste editie van marathon. En toen moest hij uitvallen. Ja, prijzenpot. Daarna is men toch wel geïnteresseerd. We hebben een prijzenpot al een aantal jaren voor de marathon. Heel even, hij heeft zijn bril opgezet, dus het gaat om grote cijfers, neem ik aan. Ik denk dat de cijfers
wel van zichzelf spreken. Mm-hmm. Voor de marathon algemeen klassement hebben we voor de eerste plaats 1000 Amerikaanse dollar. Ja. Is niet niks. Mm-hmm. Voor de tweede 750, voor de derde 500, nummer 4 kijk 300 en nummer 5 200. Okay. En dit bedrag hebben we ook voor de vrouwen. Ja. We hebben mannen, ja, en vrouwen. Dus voor algemeen marathon, klassement. Ja. Voor de marathon. Ja. En voor de halve marathon, we hebben verschillende mm-hmm. categorieën. Mm-hmm. We hebben ook de halve marathon. We hebben een bedrag van $250. Ja. 150 om 100. Ja. Dat is ook voor mannen en vrouwen. Mm-hmm. Oké. Okay. We hadden ook een, de voorgaande jaar hadden ook iets waarbij je met een team kon inschrijven. Ja. En iedereen liep zo'n 5 kilometer. Dat is de halve marathon estafette. Ja, gaat dat door? Dat gaat door. Ja. We hebben al heel veel inschrijvingen. Ja, bedrijven mogen zich ook, ja, inschrijven. Bedrijven, scholen, ja, instanties, departementen. Ja. Ze hebben zich allemaal ingeschreven. En die rennen allemaal 5 kilometer, ja, op de halve marathon. Ondersteuning geven aan het verwerkingsproces bij het heengaan van een dierbare en het afleggen van het ontzield lichaam voor de ter aarde bestelling, die wordt in de Afro-Surinaamse cultuur gedaan door de dinari. Dinaris die zijn meestal verbonden aan een aflegvereniging en houden elk jaar in de maand november de Dinari Day. Shana Spengel, vertegenwoordiging van de aflegvereniging Tamenga, gaat in op de activiteiten die dit jaar op 20 november zullen worden gehouden. Ik begin tak ook toe aan de Federatie voor Nederland, na ook toe aan de gasten voor tapadee dat die kom naar om mijn broer naar sa voor kon krakau tapadee dat ook toe. Dus afasi pesra naast me de. Nou, als hem fasi af weer leg af, maar a afleg e hang af ook toe voor van adedede. Ja. Want alles maar edede want trafasi. Mm-hmm. En dat alles zo trasan in passe toe voor pota dede dom mooi, voor pota dede dom boom, voor a familie de tevreden na a laste juru fasma. Ja. Tra culturo ab afleg ook toe? Tra culturo ab afleg toe, ja. Den Dustani, den Dustani ab afleg toe, den Jampanisi brada fumo ab toe, Snesi, alles maar abe. Alles maar dat me tegina, in alle culturo ai comfort. Ja. En alles maar het doen van trafasi. Maar bijna alles aan niet. Ik kom nu tak bijna alles aan. Ja. Maar voor hoe a fasi van we roken, ik kom overheen. En in de kader van de residentie, dan attack die ze over een bestruutoren, die ze over een cultuur blijven behouden. Zang de aflegvereniging op de morgen van attack nog. Als aan die tang en de generaties zang, ik kon nog bakken. Ik begrijp het ook. Dat ik weer hoor, deed dus ook toe lont als residentie. Mm. Het is altijd rond die periode van onze verjaardag van Suriname. Ja. Maar ze moest op ze ook toe naar land en overheid, moest de aflegger tomorrow erkenning. Mm-hmm. Because te wel luku na bepaalde fasi ateri, because Adinari Day na wordt georganiseerd voor en door afleggers. Voor ons ref juns ref agrani. Want if umwakti lanti na ngasma fuju na agrani da ono chiseng. Dus mi denk taki apis dat mu set moro boom. Fu ona lanti luka apis dat moro ona bulek fa ay luku den trasanto lek fa luku den voorgangers, de religieuze voorgangers, ala den tor dati. Voor zet dat structuur dat binnen ding een aanzetting. Leg even om zo morgen uit. Je takitak, ja, het moet ook bij wet geregeld worden. Tak ding dinari, het is pijf voor Granland, die legt van ding voorgangers voor ding verschillende religieuze organisaties. No, apai wang, maar ook toe, zo many voor den dinari daar wou roken. Mm-hmm. En zo lees je, te wou roko kari wan, te wan ti dei mus manko. En lek fai sabi, te euroko nanga wan basi, amang e luku e voordeel of a uma, fu euroko godoro, da ala yur ano kampuri fa euroko. Ma te aset na wet, tak u aba erkenning, tak te wan kari kong, ikan kis wan dei, fu igo du euroko, dan un kango moro fara nanga somen trasani because te itron dinari leksam tak na wankari dat training nanga alasan ego ook to gepaard anu ala de ye tektas longa mortuarium go was dede mensen kregen ook trainingen vooral jonge mensen want
overdracht moet plaatsvinden. Okay. We hebben veel oudere mensen binnen onze aflegverenigingen. En nu worden er jonge mensen bij betrokken en die gaan trainingen, die lopen mee, die doen verschillende zaken voordat ze beginnen met het echte aflegwerk. Ja. Ook dit jaar zal Ilonka Elmond met haar Sport for Children Foundation bezig zijn met de sportdag voor kinderen met een beperking. Maandag 21 november, de dag na de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, is daarvoor uitgekozen. En op zo'n spoordag laten we ongeveer tussen de 150 en de 200 kinderen, 22 kinderen met een beperking deelnemen of kennis maken met sport en spelen. Mm-hmm. Nou, daarnaast hebben we een kaderversterkingsprogramma, capaciteitsversterkingsprogramma. Ja. Ik geloof dat mensen bijgeschoold moeten worden om beter te kunnen worden. Dus het trainer-trainer-programma die vindt aanstaande zaterdag plaats tot en met maandag, waarbij eigenlijk alle mensen die werken met kinderen met een beperking of mensen met een beperking beter weten hoe ze daarmee moeten omgaan in combinatie met sport en bewegen. Ja. En daarnaast hebben we een ander project waarbij we een brugfunctie zijn tussen bijvoorbeeld de sportclubs en het speciaal onderwijs. Want speciaal onderwijs, dat is de kweekvijver waar je de talenten gaat vinden. Ja. Maar de kinderen moeten na school weer een plek hebben om naartoe te gaan. En dat kan bij een sportclub zijn of een kunst- en cultuurinstelling. Mm-hmm. En dat is dus Special Heroes. Oké. Okay. Is het anders om te werken met kinderen met een beperking? Sowieso. Ja, leg me uit wat de ervaring is. Nou, onze ervaring is dat afhankelijk van wat voor type beperking is, en eigenlijk vanaf een beperking betekent dat het kind veel meer aandacht nodig heeft. Zodra ze in een rolstoel zitten of blind zijn, betekent dat ze een bepaalde begeleiding hebben. Sommige kinderen vinden het niet prettig dat je aan ze zit en anderen die hebben gewoon een vaste begeleider. Dus er zijn een heleboel manieren om bijvoorbeeld dat kind in contact met je te brengen, zodat ze meedoen aan een spel. Want sommige kinderen ze zijn eigenlijk al buitengesloten in de gemeenschap. Omdat de straat laat het al niet toe dat ze op straat kunnen vrijwandelen, fietsen of wat dan ook. Of weet je, met de rolstoel over straat kunnen gaan. Voor degenen die nu pas bekend worden, vertrouwd raken met deze projecten. Ja. Ze hebben een kind met een beperking. Hoe kan men zich aandienen of hoe kan men contact maken met Ilonka Elmond? Nou, sowieso hebben we een Facebookpagina en gewoon de Ilonka Elmond Foundation. Daar kan je altijd een berichtje achterlaten, ook via mijn persoonlijke site. Ilonka Elmond, bij wijze van spreken. Maar kinderen die allemaal in het speciaal onderwijs zitten en die ook aangesloten zijn bij een stichting of een vereniging, waar zij aangesloten zijn, die komen sowieso in ons pakket voor. Ja. Dus daar werken we gewoon mee. Ja. We gaan nu over tot de buitenlandse berichten. In de politiek raken de gemoederen wel eens verhit. Dat is overal zo. Maar in het Oekraïns parlement konden twee politici hun woede niet onder controle houden. Ole Liasko, het hoofd van de radicale partij, kreeg enkele rake klappen nadat hij oppositieleider Yuri Boyoko ervan beschuldigde samen te werken met het Kremlin. Het is niet de eerste keer dat er een gevecht uitbreekt in het parlement. In 2012 liep een stemming van één wet die het Russisch erkent als taal uit de hand. Een parlementslid liep daarbij een hoofdwond op. 2 jaar later, bij een speciale zitting om te beslissen of Oekraïne meer militairen moest inzetten tegen pro-Russische rebellen, liep het mis. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie, WMO, is het zeer waarschijnlijk dat 2016 het warmste jaar ooit dat gemeten is. De eerste gegevens en voorspellingen tonen dat de gemiddelde temperatuur dit jaar over de hele wereld 0,88 graden Celsius hoger ligt vergeleken met de temperaturen tussen 1961 en 1990 die WMO gebruikt als referentieperiode. De globale temperaturen van januari tot september liggen zo'n 0,88 graden Celsius boven het gemiddelde. Aan het begin van het jaar gingen de temperaturen onder meer de hoogte in door het weerfenomeen El Niño, maar de klimaatopwarming speelt uiteraard ook een rol. De gegevens van oktober wijzen er alvast op dat 2016 goed op weg is om records te breken. Maar ook de verschillende luchtstromingen spelen een grote rol. Wanneer we veel noordelijke wind krijgen, is het bijvoorbeeld kouder. Wanneer de voorspelling van de WMO uitkomt, betekent dat 16 tot 17 van de warmste jaren zich in deze eeuw hebben afgespeeld.
En dat is onrustwekkend, zegt de WMO. Liefhebbers van schuddende ballenbillen weten vast en zeker van het bestaan van de Miss Boom Boom verkiezing in Brazilië. Gewoon een verkiezing waarin naar de bilpartijen van een aantal dames wordt gekeken en de mooiste bilpartij mag zich het komende jaar Miss Boom Boom noemen. Nu zijn dit voornamelijk dames die nog niet zoveel kilometers op een kont hebben staan, maar een nieuwe verkiezing dit jaar was de Miss Granny Boom Boom. Inderdaad, vrouwen van over de 50 jaar die denken dat hun boom boom er ook nog wezen mag. En zit een goed achterwerk tussen, oordeelt u zelf maar. Dit was het dan voor Nieuws 1. Voor meer nieuws verwijs ik u naar het journaal om 7:30. Een fijne dag.